Personeel van kapperszaak Ali's Barbershop aan de Gouverneurlaan in Den Haag die schrok behoorlijk toen een gewonde jongen van 16 jaar de winkel binnenkwam lopen. Annemarie, wat was daar aan de hand? Ja, het was vrijdag 29 april, 23:50, toen die jongen daar binnenkwam. Hij bleek even daarvoor op de kruising Laakkade met de Schoolmeesterstraat met een mes te zijn gestoken. Hij is weten weg te komen en is toen die kapperszaak als het ware ingevlucht. Ja, maar die mensen daar die zullen ook geschrokken zijn. Ja, dat kun je wel zeggen. Plotseling komt er dan een gewonde jongen binnenrennen. Gelukkig was er op dat moment een verpleegkundige aanwezig en die heeft hem eerste hulp geboden. En de eigenaar van de kapperszaak heeft direct 112 gebeld. Die jongen die is naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij geopereerd aan zijn verwondingen. Hij is inmiddels aan het herstellen, maar het heeft natuurlijk een enorme impact gehad. Het is heel erg naar. En we weten niet precies wat hem nou is overkomen. Heel veel onduidelijkheden dus, hè. Is er zicht op een dader? Nee, we tasten volledig in het duister. We hebben geen idee wat er met hem gebeurd is en vooral ook niet waarom dit gebeurd is. Het gaat in ieder geval om een man die een zwarte jas met een capuchon droeg. Hij heeft een normaal postuur en is ongeveer 1,80 meter lang. Hij is die vrijdag 29 april even na 23:30 gevlucht in de richting van de Laakkade. En daarnaast zijn we ook nog op zoek naar die verpleegkundige die dus eerst de hulp heeft geboden aan die gewonde jongeman in die kapperszaak. We willen die man heel graag spreken als getuige. Ja. Ja, misschien heeft u iets meegekregen van een eventuele aanleiding of heeft u er iemand over horen praten. In ieder geval, de onderste steen moet boven. Wie heeft informatie over de steekpartij die plaatsvond ter hoogte van de kruising Laakkade met de Schoolmeesterstraat in Den Haag op vrijdagochtend 29 april even na 23:30? Of bent u die verpleegkundige? U kunt terecht bij 0860 70 of 0800 7000.